Voorzitter, dank u wel. Ik heb drie moties, waarvan de laatste de meest principiële is. Ik zal volstaan met het indienen daarvan. Als eerst, de Kamer gehoort de beraadslaging en constateren dat de moties Heijnen Alkaya 21-501-07-1874 en Alkaya Heijnen 21-501-07-1829 over respectievelijk niet programmeerbaarheid van de digitale euro en anonimiteit met grote meerderheid zijn aangenomen. Verzoekt de regering zeker te stellen dat deze uitspraken van de Kamer een plek krijgen in de verordening die de Europese Commissie heeft aangekondigd, opdat de Europese Centrale Bank niet impliciet of expliciet het mandaat krijgt om hier nu of in de toekomst eigenhandig ontwerpkeuzes over te maken en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede namens de heer Heijnen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de Europese Commissie voornemens is een verordening voor te stellen op basis van artikel 133 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waardoor besluitvorming over de digitale euro dreigt plaats te vinden middels de zogenaamde gewone wetgevingsprocedure, waarbij er geen veto-mogelijkheid is voor lidstaten, verzoekt de regering te onderzoeken of een andere rechtsgrondslag voor de introductie van een digitale euro, waarbij unanimiteit in de Raad vereist is voor besluitvorming, niet meer voor de hand ligt en de Kamer hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te informeren en gaat over tot orde van dag. En tot slot, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de regering een voorkeur heeft voor een stelsel met zogenaamde private intermediairs, zoals banken, die de dienstverlening met de digitale euro aan gebruikers moeten verzorgen, van mening dat op deze manier de systeemrelevantie van commerciële banken niet of nauwelijks zal afnemen, spreekt uit dat de digitale euro op deze manier nutteloos is en bij voorbaat afgekeurd moet worden en gaat over tot de orde van de dag. Dank, meneer Alkaya. Een korte vraag van de heer Van Houwelingen. Meneer Van Houwelingen. Dank u, voorzitter. Mooie moties. En ik wil de heer Alkaya ook bedanken voor zijn goede bijdrage en voor zijn rapporteurschap. In het debat zaten we ook niet zo ver van elkaar, denk ik. Maar waar we in verschillen, daar zou ik graag even een korte vraag over willen stellen, is: stel dat in de toekomst dat het toch zo is, hè, wat we allebei niet willen, maar dat het toch programmeerbaar wordt, hè, die digitale euro, dat die wellicht zelfs gekoppeld wordt aan de Europese digitale ID, kan dan op dat moment wellicht voor de SP het moment aanbreken dat de SP ook zegt, ja, dit kunnen we niet meer accepteren, dit is een te grote bedreiging voor onze democratie, onze grondrechten, we moeten die Europese Unie verlaten, hè, als laatste redmiddel. Zou dat punt kunnen aanbreken dan? Meneer Alkaya. Voorzitter, dat is echt een fundamentele vraag. Ik denk dat een andere analyse van de socialistische partij dan relevanter is, namelijk dat de euro onhoudbaar is. Je hoeft niet de Europese Unie te verlaten om niet meer gebruik te maken van de euro. Maar ik denk dat al onze energie op dit moment moet zitten in het voorkomen van zo'n scenario. En dat is ook nog mogelijk om dat te voorkomen. Ook al is het niet op een manier dat ik het liefst zou willen, namelijk dat wij hier als nationaal parlement daar het laatste woord over hebben, toch zijn er beïnvloedingsmogelijkheden. Dus tot die tijd wil ik al die beïnvloedingsmogelijkheden gebruiken om dit scenario te voorkomen. En anders denk ik dat een uittreden uit de Europese Unie nog een stap te ver is. Ik denk dat eerst dan de euro nog onwaarschijnlijker wordt dat die houdbaar is op de lange termijn. Dank, meneer Alkaya. Ik geef u kort het woord, meneer Van Houwelingen, maar ik zeg er wel bij dat we bij de orde van het debat blijven. En u heeft natuurlijk al een aantal uur met elkaar de argumenten uitgewisseld. Dus als u korte vraag heeft, met name geënt op de drie moties, dat is eigenlijk de bedoeling hiervan, dan geef ik u graag het woord. Graag kort. Hele korte vraag dan. Als het gaat om heel specifiek om die koppeling tussen de digitale euro, hè, en de Europese digitale ID. We hebben gezien bij die ID dat uw collega had een goede motie, goed werk verrichtte, dat we niet moesten instemmen met die raadsconclusies. Dat is toch gebeurd, hè, tegen de meerderheid van de Kamer in. En is dat dan niet ook een voorbeeld van dat die trein eigenlijk niet te stoppen is? U dient dus, even om het koppeling met de motie te leggen, u dient een hele goede motie in, maar heeft het nog zin die motie? Omdat ze waarschijnlijk, misschien net zoals die motie van uw collega, toch in de wind geslagen worden, zelfs als ze worden aangenomen. Dank, meneer Van Houwelingen. Heeft het nog zin? Voorzitter, tot nu toe is de socialistische partij echt alles op alles aan het zetten om die doordenderende trein van de Europese Unie, om die nog de juiste kant op bij te sturen. We hebben hele vergaande voorstellen gedaan om die Europese Unie democratischer te maken. Dat zou ook verdragswijziging vereisen. En op een gegeven moment, als dat continu blijkt te mislukken, dan moeten we misschien dat standpunt herzien. Maar op dat punt zijn we nog niet aanbeland, zou ik willen zeggen. Er zijn nog genoeg beïnvloedingsmogelijkheden, ook op dit terrein. Dank voor uw bijdrage, meneer Alkaya.